Hello, Miss Skankers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie. En we zitten nog steeds in de gevangenis. Dat is zo niet leuk, hè. Maar gelukkig weten jullie nog van de vorige video. We hoeven er maar 10 minuten in. En dan zijn we alweer vrij. Dus we zijn zo weer vrijgelaten. Niks aan de hand, joh. Het was maar een klein gevangenisstraf, joh. Het was denk ik alleen om puur om een beetje af te schrikken. Maar goed, nu moet ik wel opgehaald worden. En ja, dat is wel een probleem. Zo, en we zijn weer veilig op pad. Moet je nagaan. De gevangenis heeft me gewoon als cadeautje een gratis vrachtwagen gegeven. Die heb ik gekregen. Nou, wat is dat aardig van ze. Dat ik gewoon een hele vrachtwagen van ze krijg. Het was een of andere man. Die stond daar gewoon met die vrachtwagen. En die liep gewoon weg. Ik weet niet waar die heen ging. Maar toen dacht ik, die is van mij. Laten we lekker weer de stad in gaan en lekker weer vakantie houden. Want het is vakantie, kijkers. Voordat de video begint, abonneer allemaal eventjes. Like even de video. 200. Au, au. Ik ben afgeleid. Wat gebeurde er nou? Laat me even uitstappen, hoor. Ik snap nog niet wat hier precies gebeurde. Gaat het met u, meneer? Ja, dat gaat vast wel goed. Maar abonneer dan maar eventjes 2000 likes comment dat je geabonneerd bent. Dan geef ik hem een hartje. Hallo. Hallo? Wat Help. Is hier gebeurd met hem? Ik was dus aan het rijden. En die man die zit al de hele tijd te toeteren achter mij aan. En hij gaat voor me rijden en hij trapt vol op de rem. Wie ben jij, sukkel? Dat je zo doet. Althans, hij ziet er helemaal onder het bloed. Ik denk niet dat hij dit had overleven. Dus verloren op. Je kan maar beter naar huis gaan, joh. Ik kan nog wel gered worden. Kijk hoe die eruit ziet, joh. Hij zit helemaal onder het bloed. Meneer, gaat het met u? Ik help jou uit je lijden. Zo, niks aan de hand. Hij gaat goed met je, joh. Hij heeft een helm op. Hij heeft een helm op. Ja, maar die helm kan hem toch niet helpen tegen zo'n crash? Is dat zijn motor daar? Ja, dat is... Ja, nou, of het zijn motor is, dat weet ik niet. Maar... wacht, ik kijk wel heel even naar zijn motor. Ik ga wel even kijken of zijn motor het kan overleven, dit. Zo. Zijn motor doet het nog, hoor. Oh, ik zie het. Ja, zijn motor doet het nog, dus ik wens jullie een fijne dag. Doei! Nee, dank je. Zo, nou, wat een aardige man. Dit is helemaal top, joh. Niks aan het handje. Die man, die was als... dat was een hopeloos geval. Die kon dat waarschijnlijk nooit meer... ik moet echt... ik moet echt leren rijden. Ik denk dat ik even een melding moet maken bij een agent. Ik denk dat ik hier even... Of bij de ambulance is misschien een goeie. Bij de ambulance is een goeie. We gaan even nog een melding maken. Misschien kunnen we hem nog helpen. Misschien kunnen we hem nog helpen. Is er ambulance hier? Is er ambulance thuis? Hey, Henkie! Meneer! Ambulance, er is een spoedgeval. Op de snelweg richting de gevangenis lag iemand dood te gaan op zijn motor. Dat was deze motor. Hij heeft echt hulp nodig. En jij hebt de motor gestolen van de persoon die dood ligt te gaan. Prioriteiten. Henkie heeft hem geleend. Dat, maar u moet nu erheen gaan, joh. Hij gaat dood. En jullie staan hier te vragen aan mij. Was er al iemand naartoe gestuurd? Ja, ik weet niet bij wie daar gekoppeld staat. Maar ik dacht misschien kan de ambulance helpen, maar die doen dus helemaal niks gewoon. Ja, ik kan helpen, Henkie. Ja, maar jij bent geen ambulance, joh, gek. Nee, joh. Maar Henkie, wanneer kom jij solliciteren? Bij wat? Nou, hier, we hebben nog wel iemand nodig om de ambulances bijvoorbeeld de sleutels doen het niet. De sleutels doen het niet. Echt, van die ambulance? Nou, nee, Henkie, niet uitproberen. Nee. Nou, kijken. Henkie, niet uitproberen. Nee. Hoezo? Niet uitproberen. Wat? Ik moet toch kijken, zeg je. Nou, dan probeer ik wel bij die andere. Nee, Henkie. Nee. Zo, nou. Zo. Nou, hij doet het wel, hoor. Hier. Hij doet ja, het maar gewoon. Ik kan niet op slot. Sirenes kunnen gewoon aan. Werkt helemaal top, dit. Onze sleutels doen het niet op de Amarok. Onze sleutels werken wel op die van de politie, maar niet op onze Amarok. Dus jullie kunnen politieauto's op slot doen, maar geen ambulances. Precies. Dat is ook een beetje gekkigheid, hoor, dit. Ik denk, misschien kun jij de frequentie veranderen van de sleutel. Oh ja, dat kan ik wel. Moet ik even instappen. Henkie. Oh, moet ik uitstappen? Hebben jullie een spoedgeval? Sorry. Is het gelukt met de frequentie of is het een probleem wat niet gefixt kan worden? Nee, ik heb geen idee. Ik weet niet eens wat het woord frequentie betekent. Je bent toch monteur? Nou, je hebt zeg maar dat als jij een sleutel gebruikt op je auto, dat hij jouw auto op slot doet. Ja. Maar bij ons is het als wij onze sleutel gebruiken, dan doen we de politie op slot. Oh, dat ligt aan je frequentie. Waarom zei dat niet eerder? Maar moet jij niet even naar die meneer dan waar je de motor van geleend hebt? Ja, vind ik een goeie. Hij is hier naar links, oké? Okay? Dus ik ga er gelijk heen. Ja. Oké? Okay? Succes. Dankjewel. Tuurlijk gaan we daar niet heen. Die is helemaal betoeterd of zo. Zo, nou dan gaan we dan. Ik vraag me af hoe het was geëindigd met opa Toos en opa Gerard. Die hadden natuurlijk met z'n tweeën bij de ANWB gezeten. En ja, ik weet eigenlijk niet hoe het is geëindigd. In die 10 minuten dat ik in de gevangenis heb gezeten, heeft het al heel veel gesneeuwd. Dus ik vraag me af hoe het gegaan is. Het is die nou weer. Wat een drukte. Weet je wat je tegenwoordig kan, kijkers? Weet je wat tegenwoordig kan? Nu de sneeuw ligt, kan Henkie allemaal leuke dingen doen. Henkie kan sneeuwballen oppakken in het leven. Dus wat wij dan doen, is op die groep met mensen sneeuwballen gooien.
succes met jullie sukkels! Met jullie leven, sukkels! Hier, oké, dat is één. Kom dan, sukkel. Hij is boos! Sukkel! Ik heb geraakt! Oh, nu moet ik ontsnappen. Renenki. Renenki, je kan het! Renenki! Ren alsof je nog nooit gerend hebt in je leven, want dat heb je volgens mij ook niet. Ze hebben het niet door, die sukkels. Nu pakken we gewoon weer mijn motor en gaan we er vandoor. Ah, sukkel! Geen idee wie dat was. Maar we moeten wel even weer nieuwe sneeuwballen hebben. We moeten wel volgeladen zijn voor het moment dat we het nodig hebben. Sukkel! De laatste keer dat ik Open Toos en Open Gerard heb gezien, was bij de AWB. Toen stond mijn auto daar, dus ik vraag me af of mijn auto hier ook geëindigd is. Ik ga even vragen of ze mijn auto hebben gezien. Er is helemaal niemand. Nou, weet je wat, we halen hem wel gewoon op bij de andere winkel. Of bij de andere, bij de impound, ze halen hem wel gewoon op. Zo, we hebben de auto weer, hij is weer helemaal netjes zo. Allee, hij stond gewoon bij de impound, joh, we hebben hem nu daar opgehaald. Altijd als je auto kwijt bent, kan je gewoon naar de impound en dan kan je je auto daar weer terugvinden. Het is zo makkelijk. Hey! 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 Was jij nou net diegene die een sneeuwbal op mij gooide? Sukkel! Hey, hey, hey! Sukkels! Hey, hey, hey! Sukkel! Au, oh, ik heb een probleem! Ik gooi de sneeuwbal op de... Oh, ze zit achter me! Oké, kijk eens! Deze keer is het geen achtervolging met de politie, maar deze keer is het een achtervolging met criminelen. Maar zij kunnen niet zo goed rijden als ik, hoor. Zij kunnen zeker niet zo goed rijden als ik. Oh, daar gaan we... Oh, waarom moeten ze nou achter me aan zitten? Pak aan! Pak die sneeuwballen, sukkels! Oh! Ah! Au! Ah! Dat deed echt heel veel pijn. Gaat het een beetje? Gozer, gaat ie! Ah! Ik wou gewoon een sneeuwbal op je bakken gooien, maar dit is niet hoe het moest verlopen. Ah, nee joh, gaat wel joh, niks aan dat. Sukkel! Hier! Ja, godver! Sukkel, ik peper, jongens! Pepermin! Nou kijk, eens hadden we net mijn auto voor elkaar gekregen. En dan dus zijn we weer heel hard tegen een paal aangeknald. Dat slaat ook nergens op, hè? Wie is dan met die sneeuwballen aan het gooien? Op Willem. Lekker voor je, Willem! Hey Henkie, goeie dag, jongen. Ja! Van het leger. Ja. Heeft een mooie zonnebril op. Ja, heeft dankjewel. Schiettraining gehad. Schiettraining? Ja. Ja, echt heel lang geleden. Oh, u heeft hij nog steeds op. Dus u slaapt ook met die bril. Tegenwoordig wel, ja. Soms krijg ik hem zeg maar niet af. Hey, hallo Willem. Hey beste. Hoe het gaat met jou? Wat ik jij voor? Mooi haar. Dank je. Willem niet mooi vindt. Nee. Alsjeblieft, opa. Kom op. Is Willem jouw opa? Opa gaat voor de shine. Willem is opa van deze heren. Echt? Je bent een opa? Opa, stop met die sneeuwballen. Ja, zo, okay, gaat het? Ja, nu ligt hij weer op de grond. Ah, zo. Ja, gaat zo. Het? Ja, joh, niks aan de hand. Die is Henkie, die is kapot. Nee, joh, kijk maar. Hij reed. Henkie, hij doet het toch. Ah! Ah! Help! Ah! Mijn scooter! Henkie, stoppen. Hij is nu wel knapper. Henkie. Wil je de ambulance? Ja, ik ben de ambulance wel. Gaat alles goed, Henkie? Nee joh, ik ben levend verbrand hier. Henkie, we gaan de ambulance inschakelen. Oh, dankjewel. Hou het ook een beetje rustig qua mensen. Het is zo warm. Willem! Ja, Henkie, best. Is de ambulance er al bijna? Weet niet, anders gaat Willem zelf vervoeren. Oh, sneeuw is wel lekker koud. Wat is er gebeurd met de collega? Wat is er gebeurd met mijn collega hier ook? Hey. Hij is volledig verbrand. Nee, collega. Verbrand. Ik ben Sergeant Petersen. Sergeant Petersen, dan ben je vast nieuw, of niet? Ja, klopt. Ik zit al jaren niet meer in het leger. Goedendag, meneer Kutmoren. Oh, ja. Je hoort me wel gewoon. Oké. Nou, mijn naam is Benny te geloven van de ambulance. Benny te geloven? Ja. Dat geloof ik niet. Meneer, u bent op een brandende scooter gaan zitten, begreep ik. Nee, ik stapte op de scooter en toen vloog hij vast in de fik. Oh. Willem heeft alles gezien. Willem heeft alles gezien, absoluut. Ja, heeft Willem alles gezien? Willem, ja, wat is er precies gebeurd dan? Hij stapte op een scooter en ineens ging de scooter in de fik. Het vuur verspreidde zich op het lichaam van Henkie. En toen viel hij neer. Henkie, waar heb je momenteel heel veel pijn? Nou, een beetje overal en met adem ook. Met adem ook? Ja, dat vind ik op denk ik door de hitte. Henkie, ik zie wel dat je hele lichaam, aan je bovenlichaam in ieder geval verbrand lijkt te zijn. Ah, ik voel het. Ja, dat is inderdaad heel pijnlijk. Het kan ook inderdaad te maken met die kortademigheid die je ervaart. Nou Henkie, het lijkt erop dat je geluk hebt gehad. Het ziet er namelijk uit als een eerste graadse brandwond. Okay. Dat leek wel logisch. De eerste graadse brandwond betekent dat alleen zeg maar gewoon je huid even is aangetast. Ja. Dus dat het zeg maar heel rood is en dat het wel heel pijn doet natuurlijk. Omdat natuurlijk wel daar die pijnspiertje, weet ik hoe dat heet, eronder zit. Ja, oké. Dus dat kan wel pijn gaan doen.
Benny, ja. Zeg even je magische zin. Nee, ik ben nog niet klaar. Domme. Wat is de magische zin? Nee, dat komt. Nu heb je het verpest, Willem. Nee. Ja, wat ik even ga doen, ik ga gewoon even zorgen dat die brandwonden even wat kouder worden. Gelukkig sneeuwde het ook, dus het viel was gelijk uit. Nee, ik ga ook even wat zalverband eromheen doen. Ga je vooral niet aan likken, dat gaat heel smerig smaken. Maar nu je het gezegd hebt... Ja, ik snap dat het heel erg tempting is. Gewoon niet doen, naar ervaring. Ik zei het. Dat is vrij de professor vies. Ja, maar Henkie, jij kan wel even opstaan, neem ik aan. Neem me gewoon even mee. Ja, dus. Ik kan opstaan, komt ie hoor. Oké, 3, 2, 1. Hoppa. Loop maar even mee, Henkie. Ja. Nou, ja. Van links naar rechts, van onder naar boven. U bent zojuist behandeld door Benny te geloven. Dat is de magische. Dat is hem. Nou, zou ik dan even naar die scooter kijken hoe het daarmee gaat? Doe maar niet. Henkie. Ik ga even kijken. Laat mij maar even naar die scooter kijken, joh. Willem, ja. Wil jij mij ergens afzetten? Ja, natuurlijk. Het gaat er met je? Stop. Ja, het gaat helemaal prima. Ik stap zelfs bij Willem in. Moet je zien, dan moet het wel veel beter gaan. Zo. Hoe deed je dat? Moet je andersom, Willem. Andere kant op, trouwens. Oh, waar moet men heen, beste? Richting de... Moet je moet even waarschuwen als je dat doet, gek. Zoet, dat doet wel. Oké, maar rechtdoor. Willem gaat er rechtdoor, daar. Henkie zit bij Willem, dus Henkie gaat ook rechtdoor. En dan bij de eerstvolgende naar links. En dan even rechtdoor tot je mijn auto tegen een paal aan ziet staan. Wat vindt u van de auto van Willem? Ik vind het prachtig, vooral als hij zo omhoog gaat. Hij ziet er ook een beetje kapot uit. Ja, hij rookt een beetje. Maar ik denk dat ik hem wel richting de AWB kan rijden, dat gok ik. Probeer de motor te starten. Ik probeer de motor te starten. Hij doet het nog hoor! Klas! Ik rijd richting de AWB, oké? Dat is goed. Hij doet het nog. Oh, hij doet het niet meer. Hij is kapot. De hoop was daar, maar hij is kapot. Zo, even kijken. En dan als het goed is, als ik dit draadje verbind aan dat draadje, dan zou die gewoon zo meteen weer moeten doen. Hoppakee, zo. Nou, het is heel simpel hoe je dat eigenlijk allemaal fixt, zo'n auto. Dit is goed gedaan, de rook is gestopt. Dat weet ik. En zou die het ook doen? Vast wel, hè? Probeer het. Ik ben echt een topmonteur. Willem ziet nu pas dat er plakband op jou is. Ja, er zit plakband in tape. Er moet van alles een speciaal tape is dat. Misschien is het idee om niet midden op de weg te gaan staan. Nee, ik ga even weer op pad en zo. Dat is ik, goed, beste. Ik kom altijd van alles tegen. Ik kom jou sowieso wel weer een keertje tegen. Dat komt helemaal goed, beste Tiot. Dat komt helemaal goed, hè? Tot ziens. Tot ziens, Willem. Fijne dag en dankjewel voor het ritje. Geen probleem. Doei, Willem. Doeg. Het zou wel. Nou, laten wij lekker weer verder gaan. Ik heb mezelf gemonteerd. Ik dacht, ik breng hem naar de AWB. Maar ja, hè. Waarom zou ik hem naar de AWB brengen als ik zelf ook monteur ben? Alleen, dat kost me altijd wat moeite en wat stroom. En wat van mijn eigen materiaal. En soms wil ik dat gewoon niet uitgeven, weet je? Hey, dit is Henkie. Hey, wie is dit? Ken je me niet, Henkie? Wie ben jij? Wie denk je? Ik zie je niet. De ramen zijn geblindeerd. Je auto is wit. Yo, Henkie. Ik ken je nog steeds niet. Wie ben je? Je hebt wel veel koffers op je auto, hè? Ja, tuurlijk! Waarom? Ga je verhuizen? Dat is eigenlijk om een leegte op te vullen in mijn leven en om een intellectueel persoon te lijken, zodat mensen denken dat ik een beetje interessant ben als ik voorbij rijd. Je gaat verhuizen dus. Hé, hey, er wordt getoeterd! Meneer! Ja, zeg het eens. Wilt u iets stof doen? Wat zegt u? Wilt u iets stof doen? Wil ik iets stofs doen? Ja, instappen. Hoezo, wat is er? Ja, gewoon instappen. Mijn vader heeft gezegd nooit zomaar instappen. Ja, instappen, vriend! Oh, rustig! Instappen! Oké. Als ik daar gewoon zeg, instappen. Ja, maar dan moet je niet zo boos gelijk doen, joh, gek!